Dag, mijn naam is Jozef Aar, geen verband tussen macht en wortels. Als je de wortel van A tot de macht M hebt, ja, kun je dat schrijven als A tot de macht M gedeeld door N. Dus A tot de macht M gedeeld door N. Ja? Dat is een manier om van een wortel naar een macht te komen. Een paar voorbeelden hier. Eerste voorbeeld. Ja. De derde wortel van 2 tot de 8e is dan gelijk aan 2 tot de macht 8 gedeeld door 3. Dit is de macht 8/3. Ja. Ander voorbeeld. De vijfde wortel van A tot de 7e kun je dat schrijven als A tot de macht 7 gedeeld door 5. Dus dat is niet om van macht naar wortel te gaan. Als je nu echt wortel 2 krijgt, betekent dit gewoon 2 tot de macht 1/2. Als er gewoon wortel staat, is 2 tot de macht 1/2. Ander voorbeeld. Ja. 3 derde wortel van 7 is dan 7 tot de macht 1/3. Nu omgekeerde weg. Als je macht krijgt, 2 tot de macht 8/5, is dan gelijk aan de vijfde wortel van 2 tot de 8. Dus de vijfde wortel van 2 tot de 8. Ander voorbeeld. Ja, de A tot de macht 9/4 is dan de vierde wortel van A tot de 9. Dat is het omvormen van machten naar wortels. Ja. Nog een voorbeeld. A tot de macht 1/5 is dan de vijfde wortel van A tot de eerste, en gewoon de vijfde wortel van A. Dank u wel. Aandacht de volgende keer. Bye.